Lieve mensen, we lezen verder in fragment 1 van Sappho over Afrodite, die te hulp geroepen wordt en die nu op weg is door de lucht, althans die vroeger een keer al eerder gekomen is door de lucht om Sappho te helpen, op haar wagen getrokken door musjes waarschijnlijk. We weten niet precies wat Strouthoi waren. En in ieder geval, ze komen snel aan, want Aipsa de Exiconto, Exiconto, oh, diepvoudje. Aoris moet het zijn, niet Oar natuurlijk. Van Exigneo, mij betekent gewoon aankomen. Dus ze kwamen aan en deden ze Aipsa snel, spoedig. Dus ze zijn dan steeds natuurlijk die mussen die de paarden trokken, die de wagen trokken waar Afrodite op stond, uiteraard. Dus dat, de snelheid waarmee ze kwam is een erg belangrijk aspect hier. Sudo makaira me diaisais athanatoi prosopoi eroti deute pepontakoti deute kalemi. En u, laten we zeggen, o gelukzalige, welke vocatief is waarmee ze aangesproken wordt, die Afrodite. Me diaisaisa, moet je eigenlijk lezen. Meidia, oh, betekent glimlachen. Meidia saisa is meidia sasa in het Attisch. Meidia wijst op Aoris, dus aan asa wijst op participium vrouwelijk, zoals we de hele tijd al zagen hierboven. Dus nadat je geglimlacht hebt, of had, of zo, geglimlacht hebbend, letterlijk. Athanatoi prosopoi, en prosopon is een gezicht. En athanaton is natuurlijk eigenlijk onsterfelijk. Dus hier datus, betekent met je onsterfelijke gezicht. Best wel logisch eigenlijk. In ieder geval, ereo moet je lezen. Ereo. Dat is eigenlijk, oorspronkelijk was het ere so. En so is natuurlijk de jij-uitgang. In het Attisch is dat weer samengetrokken, dat ereo tot eru. In ieder geval, de jij-uitgang van de ouders is van... Ja, de ikvorm is eromen. Dat komt van erotao. En dat betekent vragen. Ja, dat is onregelmatig, maar je kunt het wel vinden in het woordenboek. Dus vroeg je... hoti deute peponta. Nou, hoti is eigenlijk gewoon wat. Deute is wel grappig, een samentrekking van de oute. En je ziet weer die spiritus midden het woord. Het is weer een crasis van twee woorden bij elkaar. De oute. En de is dan... Of nu. En oude is weer. Dus wat nu weer? Peponta is perfectum van pascho. En dat betekent lijden, ondergaan, te verduren hebben. Ergens last van hebben. Hier in het perfectum. Dus er is iets gebeurd wat vervelend voor was. En heeft ze nu nog steeds, als resultaat daarvan, heeft ze er last van. Dus... zoiets als, vroeg je wat ik, de A alfa is voor de ik persoon, wat ik nu weer voor een probleem had gekregen of nu weer voor last had meegemaakt. Of een, nou even kijken wat ik een leuke, wat ik nu weer ondergaan heb. Nou, dat is wel heel letterlijk een vertaling. Goed, dat kan je zeggen. Koti deute kalemi. Koti is een samentrekking, ook weer een crasus van. Kai hoti betekent in deze context en waarom. Deote, uiteraard, tweede keer, hè? Nu weer. Dat is een soort repetitio, een stijlfiguur eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Kalemi, nou, kalemi, dat komt hier bekend voor, van het werkwoord kaleo, en dat betekent roepen. Hier is het opeens een nieuw werkwoord geworden in dit dialect. Waarom ik nu weer roep. Koti moi malista thelo genestai mai nolai thumoi. Koti is dan hier eigenlijk hetzelfde als dit, hè? Maar hier in de betekenis kai hoti en wat. En wat thelo, ik wil, malista, het meest, het liefst, thumoi, ja, ook weer met mijn hart of in mijn hart, hè? Dat is een plek van dat willen, waar dat willen zich bevindt volgens Sappho. Genestai moi, te gebeuren letterlijk. Hè? Genestai is een infinitieve aorist van gignomai, hier een ding is gebeuren. Beter gezegd, dat er gebeurt. Mooi voor mij. En mai nolai, let even op. Mai nolai is een datief van mai noles.
En ja, het staat hier naast thumoi, maar ik dacht dus dat het om dat vrouwelijke uitgang, mainolai, dat het wel bij mooi moest horen. Maar ik zie dat ik een fout ga maken. Ik heb net even in het woordenboek gekeken. Mainolai is wel degelijk de mannelijke uitgang, omdat het van mainoles komt. Dus het hoort gewoon bij thumoi. Dat wil zeggen, en wat ik het liefst wil dat er gebeurt voor mij. Mainolai thumoi, in mijn razende hart. Ja, razend als in, ik ben helemaal buiten zinnen van verliefdheid eigenlijk. Hè. Dus was ik heel erg verliefd. Dus dat gebeurde er toen. Hè. Dus ik kwam eraan, ze glimlachte en ze vroeg van, goh, wat heb je nou weer meegemaakt? Waar moet ik nou weer? Wat wil je nou eigenlijk met jou, ja, in je razende hart, nou ja, kan niet mooier vertalen, dat er een liefst, wat wil je nou dat er gebeurt? Nou, dat is natuurlijk vooral die deute, wat nu weer, wat nu weer. Dat is een beetje ironisch natuurlijk, hè? Het is, nou ja, hoe zeg je dat? Het is een beetje speels, afstandelijk, het wordt een beetje. Ze neemt zichzelf niet zo heel serieus eigenlijk door dit zo op te schrijven, die Sappho. Alsof Afrodite een beetje ongeduldig met het begint te worden, want ze nu weer heeft lopen roepen. Dus dit was al de zoveelste keer waarschijnlijk. Dus dat is wel humoristisch. En dan krijgen we dat ook een keertje in directe reden, want dit is natuurlijk een soort van indirecte reden die we hier zien. Wordt er even een directe reden ook weer gegeven met de aanhalingstekens openen. Tina deute peitho sagen esan philotata. Hier ontbreken twee letters in het oorspronkelijke manuscript, dus ze weten niet exact wat er staat. Maar als je deze woorden vertaalt, krijg je ongeveer het volgende. Tina is eigenlijk wie in de accusatives. Deute, nu weer, hebben we hem weer. Hè. Peitho is in de hoofdletter geschreven. Grote kans dat het inderdaad dat bedoeld is. Dat is namelijk de godin van de overtuiging. Peitho heet die gewoon. In de accusatives. Blijft ook Peitho. Sagen zou dan een samentrekking moeten zijn van soi en agen, of agijn, dat is voor je naar jou te brengen. Es san philotata. Philotata. Philotes bedoel ik in het Attisch, of philotas in het Aeolisch is liefde. Even kijken. Ja, en san philotata is dan jouw liefde, maar hier bedoelen ze daarmee de liefde voor jou. Dus waarschijnlijk moeten we iets aanvullen als wil jij of zo. Dus wie wil jij dat Peitho nu weer naar jou voert, naar liefde voor jou? Voor jou, naar liefde voor jou voert of zo. Ja, dat is een beetje. Eigenlijk bedoelt hij natuurlijk, wie wil je dat nu weer dat Peitho verliefd op jou maakt? Peitho als zijnde de godin van de overwinning, van de overtuiging. Je kunt het ook anders lezen en ook andere opties, dat Peitho eigenlijk een ik-vorm is. Dus wie wil je nu weer dat ik overtuig om verliefd op je te worden, bij wijze van spreken? Maar wat we dan met die twee letters moeten, dat is niet helemaal duidelijk. Even kijken. En dan tis op. Psapf adikei. Wie? O psapfe. Nou, psapf. Psap, dat is eigenlijk psapfoi. Maar die psi moet je lezen. Dus zoals in het Nederlands althans als een sigma. Dus sapfoi. Dat is gewoon de vocatief van sapfo. Maar ze heette blijkbaar in het Aeolisch niet sapfo, maar psapfo. Goed, anyway. Dus wie? O psapfe. Sapfo. Adikei is eigenlijk gewoon adikei, betekent onrecht doen. Wie doet onrecht tegen jou? Wie doet je onrecht aan? Oftewel, wie wijst je af in de liefde? Nou, kaigarai feugai tacheios dioxai, aide dora me dicet alla dosai, aide me filai tacheios filesai, kuket eloisa. Kuket eloisa. Dit is een heel mooi ritmisch stukje. En ook heel veel stijlmiddelen eigenlijk erin. Want ook. Als zij je ontvlucht, dan zal ze je snel achtervolgen. Tageos is snel, zijn bijwoord. Taxi doyok zijn futurum. En als ze de geschenken niet deketai, is eigenlijk degetai, dat betekent ontvangen, dus ontvangt, dan zal ze do zijn, zal ze geven. Ala betekent hier niet zoiets als maar meer zoiets als dan, of in tegendeel, dan zal ze ze geven. En als ze niet verliefd is op jou, hè, niet van je houdt,
Dan zal ze snel verliefd op je zijn. Kai ook eteloisa. Kai ook, ook als, of ook, sorry, ook niet eteloisa is eteloosa, participium vrouwelijk weer, willende. Ook niet willende, dus ook als ze het niet wil. Nou, dit zijn allemaal belangrijke termen. Hè? Vluchten en achtervolgen betekenen in het spel van de liefde iemand het hof maken, dat is achtervolgen, of iemand juist nou, niet meteen ja zeggen, maar een beetje hard to get spelen. Dat is vaarwel eigenlijk. En dat hoort, natuurlijk hoort daar cadeautjes bij geven ook en krukjes geven ook bij. En natuurlijk verliefd zijn. Dus eigenlijk is het een soort van volgorde ook. Hè? Eerst ga je die ook en vuigen en daarna ga je cadeautjes geven of ontvangen. En vervolgens ga je daadwerkelijk van elkaar houden. Daar zit een parallelisme in, want die vinnetjes zijn allemaal parallel opgebouwd. De tricolon, dat zijn drie delen en het zijn antitheses, want dit zijn antitheses tegenovergestelde woordjes. Decretai en dosai, filai en me filai, vuigai en dioxai. En dit is heel belangrijk, hè, want dat is de clue van dit kwadrantje, zeg maar, deze strofe. Zelfs als ze het niet wil, want ik, Afrodite, heb de macht om haar te dwingen om dit te doen. Ik zal haar verliefd op jou maken. Nou, dat is allemaal is er gebeurd in die vorige keer dat Afrodite daadwerkelijk kwam. Omdat ze toen geholpen heeft, vraagt Sappho nu, help me nu alsjeblieft nog een keertje. Elthe moi kai nun, galepan de luson ek merimnan, ossa de moi telesai thymos imere teleson sudauta summagos esso. Ga of kom ook nu mooi voor mij of naar mij, weer die elthe, hebben we eerder ook al gezien. En luson, ja, maak los, is een imperativus van de ouders, dus maak los, bevrijd me natuurlijk. Ek galepan merimnan, uit de moeilijke. Wat is een merimna zorg eigenlijk? Galepaan is natuurlijk een beetje raar. Hoe kan je nou een accusatieve uitgang krijgen achter ek? Nou, dat is geen accusatieve, het is eigenlijk galepon merimnon. Meervoud. Dus uit de moeilijke zorgen. En moeten we eerst even teleson pakken. Teleo betekent voltooien als het ware. Vervullen. Dus en vervul. Ossa is hossa. Dat wil zeggen, zoveel, of alle die, dus en voltooi nu alles wat je thumos, mijn thumos, hè, mooi thumos, wat mijn thumos imerai telesai, imerai betekent verlangt, te telesai, hetzelfde woord als dit, hè, te voltooien, dat er voltooit, dat u dat voltooit. Dus en voltooi en volbreng alles wat voor mij het hart verlangt dat u voltooit, dat u volbrengt. En u zelf, auta is eigenlijk auta, betekent dan zelf. En u zelf, wees een summagos. Esso is een aeolische vorm voor isti, een imperatief van eimi. Wees, u moet zijn, een summagos. Dat betekent eigenlijk een medestrijder. Hè? Sum is samen en magos heeft met mage strijd te maken. Dus een medestrijder, een bondgenoot als het ware in de strijd. Dus het is een metafoor uit oorlogssituaties, als het ware. Dat is dus het nieuwe verzoek. Hè? Bevrijd me uit die moeilijkheden. Als het niet liefde niet beantwoord wordt, dan zit ik echt in de penarie. Want dan voel ik me heel ongelukkig. Dus geef me alsjeblieft alles wat ik vraag. En strijd met mij mee. Zorg dat die andere vrouw ook verliefd op mij wordt. En zo ben een mooie driedeling. En om af te sluiten nog twee kleine opmerkingen, denk ik. Elthe Moi is natuurlijk een echo van wat we ook al zagen in Vero 5. Daar stond ook al Elthe. Hè? Even kijken hierboven. Ja, Elthe, dat stond daar ook al. En dit woordje, hoe weten we nou zeker dat degene op wie Sappho verliefd is ook een vrouw is? Dat weten we omdat we kijken naar dit grammaticale stukje hier zo. Dit is een participium vrouwelijk, niet willend, dus zelfs als ze het niet wil. Toen de vorige keer was ze daadwerkelijk verliefd op een vrouw. Dus het zou goed kunnen dat ze ook nu weer verliefd is op een vrouw. Vandaar. Goed, veel succes ermee en ik hoop tot gauw tot het volgende filmpje met een ander gedichtje van Sappho. Dag.